De onbedreigde winterkampioen, de landskampioen van 2021, speelt de laatste wedstrijd thuis tegen één van de uitdagers in de vrouwenhoofdklasse. HDM is op bezoek bij Den Bosch in de wetenschap dat de laatste reguliere competitiewedstrijd die HDM hier speelde, gewonnen werd door HDM met 2-1. Een inleverbal brengt Joosje Burg voor de eerste keer gevaarlijk richting de goal van Remmerswaal. Maar Burg wordt goed verdedigd door Tessa Klaasner onder andere. HDM zou met het mes tussen de tanden spelen. Dat was wat Ivar Knutske vooraf aankondigde. En dat deed het ook. Het leverde enorm veel strijd en liet Den Bosch over het hele veld ongeveer schaduwen. En Den Bosch moest dus in die laatste wedstrijd van dit zo succesvolle jaar vol aan de bak. Eerste corner van de wedstrijd komt in het derde kwart met nog 3 minuten op de klok. Hier goed door Van den Hoek. De actie op de achterlijn, die bal voorgegeven en die raakt dan een voet. Zij is er. Voor de 17e wedstrijd op rij kan ze scoren. En het fenomeen Matla scoort voor de 17e wedstrijd op rij in de hoofdklasse. Dat is een record dat ze afneemt van Maartje Pauwme, de voorgangster bij Den Bosch. Doelpunt nummer 42 in de hoofdklasse in 2021. Fenomenale cijfers voor de topscorster van de Olympische Spelen. Ook dan dit moment. Geen corner voor HDM. Vlak daarna. En uiteindelijk de countermogelijkheid voor Den Bosch. Die levert niks op. Maar nog een keer kijken. De corner werd niet gegeven. Omdat dit als voordeel werd beoordeeld. Dat was zo'n beetje de enige foute beslissing van duo Hendricks en Van Gastel. Knutske laat het zich nog een keer uitleggen. En dan in het vierde kwart komt die corner wel met Pien van Es, de topscorer. Maar die bal gaat uiteindelijk, de tweede was dit trouwens, voorbij aan de stikstop. En dan is de kans ook voorbij van HDM op de gelijkmaker. Den Bosch houdt stand en weet uiteindelijk de laatste wedstrijd van dit seizoen ook te winnen met 1-0. HDM vocht ervoor, streed ervoor, liet zien dat het wel degelijk wat af kan dwingen. Maar zij was te goed, zoals zo vaak, voor iedereen. 1-0 gewonnen. Kampong in het wit ontvangt op eigen veld Pinoquet. Dit is de 15e minuut van de wedstrijd. Pinoquet, dat graag in de top 4 wil blijven, komt de voorsprong dankzij Maxime Kerstold. Uit een onoverzichtelijke situatie geeft zij het laatste tikje en passeert keepster McFerrin. Hier zien we dat nog een keer. 1-0 dus voor Pinoquet. Kampong won de laatste twee duels van HGC en Klein-Zwitserland. En vlak voor rust komt Kampong op gelijke hoogte. Dus een lange paas van Luna Fokke, misser van Francis Westerberg. En uiteindelijk is het Pilar Romang, de Argentijnse van Kampong, die het laatste tikje geeft. Mooie backhandstift over de keepster van Pinoquet heen. En zo is het 1-1 op slag van rust. Mooie goal, maar de paas was prima van achteruit van Luna Fokke. Ruststand 1-1 in Utrecht. En in die tweede helft krijgt Pinoquet de kans op de 2-1. Hier een lange paas van achteruit en Maxime Kerstold bij de tweede paal. Maar ze raakt die bal niet goed. Kan dus niet de 2-1 scoren voor Pinoquet. Hier nog een keer dat moment. De ingeleidende Kerstold, maar haar tip-in is niet zuiver genoeg. Dan dit moment. Lange paas van Luna Fokke op Bente van der Veld. En die scoort de 2-1 voor Kampong. Maar bij het geven van die paas raakt Luna Fokke geblesseerd aan haar enkel. Je kunt het even boven in beeld zien. Stort ter aarde en kan niet verder spelen, deze Fokke. Hopelijk dat de blessure meevalt. Want zij moet begin december meedoen met het WK voor Jong Oranje in Zuid-Afrika. Dan weer Kampong, dat in de tweede helft beter was dan Pinoquet, krijgt hier in de slotfase een strafcorner. De kans dus op de 3-1 voor de ploeg van coach Fleur van der Kieft. Kop van de cirkel, dit keer Mabel Brands. Het wordt een variant op Michelle Simons, maar die wordt niet goed uitgevoerd. En zo blijft het 2-1 voor Kampong, dat door de winst stijgt van de 7e naar de 6e plaats. Pinoquet zakt van de 4e naar de 5e plaats. SCRC, de nummer 2 van de ranglijst, neemt het op thuis tegen Klein-Zwitserland. Dat slechts 2 wedstrijden won dit seizoen. Heeft wel 10 punten, speelde ook 4 keer gelijk. Maar staat op de 10e plaats. Dit is Jibbe Jansen, na een kwartier spelen. Zij scoort de openingstreffer.
Haar eerste push wordt geblokt door de uitloopster, maar in tweede instantie reageert Jansen heel attent en passeert keepster Nijdam met een backhand. Goeie goal. Haar 15e treffer van dit seizoen, waarvan 13 uit de strafcorner. Dit is Elsemiek Sandé. Met een goede actie en de redding van Nijdam, keepster van Klein-Zwitserland, levert alleen een strafcorner op voor SJC. Hier nog een keer de goede actie van Sandé en de redding van Nijdam. Jansen op de bank op dat moment, maar een stand-in is René van Laarhoven, overgekomen van Kampong. Zij pusht de bal goed in het doel, maar de redding is prima van Nijdam. Met de stick pareert zij deze strafcorner van Laarhoven. Ruststand 1-0 in Bilthoven. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Eerder dit seizoen verloor KZ op eigen veld met 2-1 van SJC. En hier bijna de gelijkmaker. Maar de bal gaat over het doel van Alexandra Heerbaard. En zo blijft het 1-0 voor SJC. Hier nog een keer die kans voor Klein-Zwitserland. Dat vorige week knap met 3-2 van Victoria won. SJC won heel knap van Amsterdam met 3-2. Dit is Xander Waard met een uitstekende actie. De international van SJC scoort de 2-0 met een fraaie backhand. Daarmee laat zij keepster Nijdam kansloos. Hier goed weggedraaid naar de backhand. En verwoestend uitgehaald door de Waard. 2-0 voor SJC. En het wordt 3-0, want dit is een goede paas van Jibby Jansen op de helemaal vrijstaande Ginella Zerbo. Die heeft geen problemen om keepster Nijdam te passeren. SJC wint met 3-0 van Klein-Zwitserland en blijft tweede staan op de ranglijst achter koploper Den Bosch. Victoria neemt het thuis op tegen HGC, dat zonder Eva de Goede speelt, die inmiddels geopereerd is aan de voorste kruisband. Dit is de 18e minuut, 1-0 voor HGC, dankzij Feline Elrankens, die een assist van Julie Seidsema keurig afrondt en keepster Klunder passeert. 1-0 dus voor HGC. Een paar minuten later de gelijkmaker van de Argentijnse Jan Koenas. Goeie backhand, zij passeert keepster Van Goudoever. Hier nog een keer dat moment van Jan Koenas. 1-1 dus. Victoria dat wel weer Daphne Voormolen in de geleden heeft. Maar hier vlak voor rust een strafcorner van HGC. En die wordt benut door Seidsema. Fraaie tip in. De aangeefster van deze strafcorner loopt goed naar binnen en tikt die bal keurig achter Van Goudoever. En zo is het 2-1 voor HGC en dat is ook de ruststand. Dit is een beeld uit de tweede helft. Victoria komt langs zij via Mehdi Hof met een strafcorner. Beetje gelukkig, want die bal wordt aangeraakt door een verdedigster van HGC en gaat over keepster Van Goudoever heen. 2-2 dus. En het wordt 3-2 voor HGC dankzij deze inzet van Milagros Fernandez, de Argentijnse. Die profiteert van een soort klutsituatie in de cirkel bij Victoria. Haalt in één keer uit die bal en het is 3-2 voor HGC. Dan in de slotfase krijgt Victoria nog de kans op de gelijkmaker. Het is diezelfde Daphne Voormolen. Maar uiteindelijk wordt die bal van de lijn gehaald, maar er is een overtreding gemaakt. Maar HGC wint in Rotterdam met 3-2 van Victoria. En klimt van de vijfde naar de vierde plaats. Victoria blijft elfde. Oranje-rood ontvangt in Eindhoven, Amsterdam. Oranje-rood nog geen enkele wedstrijd gewonnen op dit seizoen. Dus op zoek naar de eerste overwinning. Begint goed aan die wedstrijd, want krijgt hier in de eerste helft een strafcorner. Hier de bal duidelijk op de voeten van een verdedigster van Amsterdam. Net binnen de cirkel, dus een strafcorner. Achter de bal op de kop van de cirkel, Treintje Beljaars. Heeft een goede sleeppush, maar de redding is prima van Anne Veenendaal in het doel van Amsterdam. Zo levert deze strafcorner niets op. Hier nog een keer die push van Beljaars en de redding van Veenendaal. Wordt geholpen door Sabine Pleunissen op de lijn. Ruststand 0-0 in Eindhoven. Dit zijn beelden bij het begin van de tweede helft. Het is Treintje Beljaars. Die gaat alleen naar Veenendaal af. En met een mooi stiftje met de backhand passeert zij keepster Veenendaal. En scoort de 1-0 voor Oranje-Rood. Vreugde natuurlijk in het kamp van de ploeg uit Eindhoven. Hier nog een keer die actie en de goal van Treintje Beljaars. Maar de vreugde is van korte duur, want een minuut later is het Maria Verschoor. Een van de internationals van Amsterdam die de gelijkmaker scoort. Goeie actie van Verschoor. Bal door de benen van keepster Sarah Sink. Maar binnen een minuut is het dus gelijk na die openingstreffer van Beljaars. Amsterdam gaat door, krijgt een strafcorner. 10 minuten na de gelijkmaker. Het is Sabine Pleunissen met een goede schuifslag. En zij scoort de 2-1 voor Amsterdam. En ook lijnstopster McCollin is kansloos op deze prima inzet van Pleunissen.
Kijken of er dan nog iets mogelijk is voor Oranje-Rood in de slotfase. Goede actie van Sian Keil. Die wordt omvergelopen door Noah Muller. Een van de jonge talenten van Amsterdam. En de scheidsrechter geeft een strafbal. Hier duidelijk te zien dat Sian Keil bij die doelpoging omver wordt gelopen door Muller. Dus een strafbal. Belangrijk moment voor Ribacha. De Poolse oog en oog met Veenendaal. Maar zij pusht de bal keihard tegen de lat. En daardoor wint Amsterdam met 2-1. En voor Oranje-Rood is het de 13e keer op rij dat de ploeg niet wint. En blijft dus hekkensluiter in de hoofdklasse. Bloemendaal op bezoek bij Hurley. Bloemendaal de nummer 9 tegen de nummer 8 Hurley. Dit is de 5e minuut van de wedstrijd. Actie van Malou Nanninga. Een 1-2 met Carmel Bos. En zij scoort de openingstreffer voor Bloemendaal. 1-0 dus al na 5 minuten. Uitstekende combinatie tussen deze Malou Nanninga en Carmel Bos die bal keurig teruglegt. En zo kiepster Van Deden passeert. 1-0 voor Bloemendaal na 5 minuten. Een kwartiertje later strafcorner voor Hurley. En op de kop van de cirkel Gitte Michels. En zij scoort de gelijkmaker voor Hurley. Gaat tussen kiepster Danique Visser en lijnstopster Laurien Boot in. Boot raakt daar een beetje geblesseerd bij die push van Gitte Michels. Maar kan uiteindelijk weer verder spelen. 1-1 is ook de ruststand in Amstelveen. Dan in de tweede helft deze actie van Romee Korver. Overtreding van Pien Molenaar. Opzettelijke overtreding binnen de 23 meterlijn. Dus een strafcorner voor Hurley. Terechte beslissing. Dan de strafcorner van Hurley. Links Gitte Michels, rechts Sophie Schelfhout. Schelfhout krijgt de bal. En plaatst hem keurig op de stick van Hanna Martin. Die met een tip in kiepster Visser passeert. En zo voor de 2-1 zorgt. Goed uitgevoerde strafcorner variant van Hurley. En daarmee wint Hurley met 2-1 van Bloemendaal.